2016 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het jaar van de boon. De VN heeft 2016 tot het internationaal jaar van de boon uitgeroepen omdat bonen eigenlijk heel bijzonder zijn. Het zijn eigenlijk een soort gezonde voedselbommetjes van moeder natuur. En dat maakt ze heel erg geschikt om de voedselconsumptie wereldwijd duurzaam en gezond te laten zijn. Wereldwijd worden dit jaar bonen op de kaart gezet. In Nederland is woensdag een Hollands winterfeest georganiseerd op de ijsbaan op het Museumplein in Amsterdam. Oud-schaatskampioen en bonenliefhebber Erben Wennemars gaf er een schaatskliniek. Ja, we gaan beginnen. Ja, bonen is een hele goede energiebron voor sport. En het is gewoon gezond, weet je. Ik ben heel erg van de gezonde voeding. Sport, dat hoort erbij. Dus ik wil heel graag dat mensen gewoon meer bonengerichten gaan eten. Vandaag is de kick-off van de Blije Boon-campagne om mensen bekend te laten maken met al het goede en lekkere van de boon. De foodtruck gaat rijden, er komen proeverijen op de winkelvloer, er komen inspirerende recepten via de meest populaire foodbloggers en ook in bedrijfsrestaurants en in de horeca komt de boon steeds meer op de kaart. De boon was een beetje in de vergetenheid geraakt, maar we gaan hem dit jaar weer helemaal hip maken. Nou, naast dat de boon ongelooflijk gezond is, is hij ook nog super lekker. En ik heb vandaag een aantal receptjes gemaakt. Bijvoorbeeld een lauwwarme bonensalade met mango en avocado. En hummus met kikkererwten en citroen, lekker op een broodje. En natuurlijk een heerlijke linzensoep met pompoen. Mensen zijn in Nederland eigenlijk vergeten wat je allemaal met bonen kunt doen. Het is zo ongelooflijk veelzijdig. Ik eet heel af en toe bonen, ja. Dat is omdat ik ze toevallig in de supermarkt weer een keer zie. En mijn moeder maakt altijd de tuinbonen van het land. Ik eet al langer, maar nu eet ik het bewust wat vaker omdat het 100% gezond is. En ik vind het ook gewoon lekker. En ik heb ook ontdekt dat je er hele lekkere zoete dingen mee kan maken. Het is belangrijk om bonen te eten omdat ze super gezond zijn. Ze zitten vol met eiwitten, goede koolhydraten, vezels en vitamine. En dat maakt dat ze lang verzadigen, maar ook ideaal zijn als je vlees wil minderen. Het komende jaar zijn er in het land meerdere activiteiten om Nederlanders in de ban van de boon te krijgen.